Als u last heeft van knieartrose, kunt u proberen meer te bewegen. Door meer te bewegen en dit ook vol te houden, kunnen uw knieklachten verbeteren. U kunt uw knie waarschijnlijk gemakkelijker bewegen, uw spieren worden sterker, uw knie voelt minder snel stijf en u voelt zich fitter. Meer bewegen kan in het begin moeilijk zijn, omdat uw knie bij bewegen juist pijn doet. Het is normaal als u aan het begin, tijdens of meteen na het oefenen wat pijn en stijfheid in uw knie voelt. Maar als u rustig en regelmatig oefent, kan uw artrose hier niet erger van worden. Krijgt u de volgende dag extra pijn, dan heeft u de knie misschien te veel belast. Doe het dan de volgende keer wat rustiger aan. Het doel is om minstens 5 keer per week een half uur te bewegen. U hoeft niet een half uur achter elkaar te bewegen, maar kunt dit ook opsplitsen in 3 keer 10 minuten of 2 keer een kwartier. Kies een manier van bewegen die goed bij u past. Zorg voor afwisseling als u dat prettig vindt. U kunt bijvoorbeeld rek- en spierkrachtoefeningen doen voor uw knie, of u kunt sportief gaan bewegen. Ga bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of dansen, of doe aan yoga, pilates of tai chi. Tuinieren is ook prima en doe bijvoorbeeld al uw boodschappen op de fiets. Als u niet gewend bent om te bewegen, begin dan rustig en niet te lang achter elkaar. Bijvoorbeeld met 3 keer per dag 5 minuten. En in de loop van 1 of 2 maanden breidt u het aantal minuten per keer langzaam uit, totdat u bijvoorbeeld een half uur per dag bereikt hebt. Als u wilt wandelen maar onzeker bent op uw benen, gebruik dan een wandelstok of een kruk. Om minder pijn te hebben bij het oefenen, kunt u in het begin 1 uur van tevoren een pijnstiller gebruiken. Bijvoorbeeld 1 of 2 tabletten paracetamol van 500 milligram. Of u smeert uw knie in met een pijnstillende gel. U kunt eventueel ook een NSAID nemen, zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac. Deze medicijnen kunnen maagklachten geven. Slik er eventueel een maagbeschermer bij. Oefen op de tijd van de dag waarop u meestal de minste klachten heeft. En draag gemakkelijke kleding en goed passende schoenen. Houd vol, ook op dagen dat het wat moeilijker gaat. Maar forceer uw knieën niet. Hopelijk merkt u stap voor stap dat u meer kunt met uw knieën, dat u minder pijn heeft en dat u zich fitter gaat voelen.